Eigenlijk, vrienden, had deze zonnige dag vandaag aangekondigd moeten worden gewoon door Piet Paulusma. Maar ja, helaas, onze Piet is heen gegaan. En ja, dat is eigenlijk heel somber nieuws, want Piet, die heb ik meegemaakt, vrienden. Een aantal jaren achter elkaar en toen verzorgde hij een rubriek in mijn programma. En dan moest hij, omdat hij dan zogenaamd een voorspeller was van het weer, moest hij een uitslag van het voetbal voorspellen. Nou, dat was het dan. En dan zei ik soms wel zeggen, Piet, kom jij nou even mijn kant uitrijden uit Friesland? Maar dat deed hij niet. Nee, Piet die stond voor Friesland. En daarom moet Friesland heel erg trots zijn op Piet Paulusma. Want hij zei dan, nee, kom maar naar Harlingen, want ik wil graag Friesland en Harlingen promoten. Dat zei Piet altijd. En als ik hem dan zag, dan liet hij zijn werkkamer zien. En dan liet hij zien hoe hij aan de informatie over het weer kwam. Allemaal via allerlei kaarten. En als geen ander kon Piet die kaarten goed lezen. Hij wist hoe hard de winden boven en onder gingen. Hij wist precies wat de lage en de hoge drukgebieden met elkaar gingen doen. Piet wist precies op de langere termijn wat het weer ging doen. Ik hield dat een tijd bij en toen zag ik dat Piet bijna altijd gelijk had. Piet werd wat dat betreft heel erg onderschat. Hij was als meteoroloog was hij gewoon waanzinnig goed. En dat zei ik ook tegen hem. Ik zeg, Piet, jij voorspelt het weer niet. Jij weet gewoon zeker wat het weer gaat doen. Ja. Dat was het. En Piet lachte dan heel bescheiden. Want hij deed dan zogenaamd lollig, hè? Onze Piet. Ja, onze Piet Paulusma. Ja, maar hij was heel erg goed. Hij was een soort Tommy Cooper. Tommy Cooper maakte grapjes met goochelen. Maar Tommy Cooper was gewoon een waanzinnig goede goochelaar. En Piet was dat met het weer. En daarom heb ik me er zo aan geërgerd dat Talpa hem zo verschrikkelijk onfatsoenlijk en onbeschoft heeft behandeld. Nou ja, Piet is niet meer, maar hij had, en dat weet ik zeker, Piet Paulusma had vaste lijntjes met de weergoden. En ik weet zeker dat ze hem met een staande ovatie zullen ontvangen. Rustig, Piet.